langs de kant te blijven. Omzettingen bij PSV in de ploeg, Ajax volledig. En de vrije trap van Ton Lokhoff. Brands is linkerverdediger geworden omdat Landsbergen in het centrum staat. De inworp gaat nu naar PSV. Torissen. En Wilschut die in een aanvallende rol speelt. Lokhoff. Stevens, vrije man gebleven. PSV gooit. Willy van der Kerkhoff. Van Duren is eerder gestart dan Boeven. De rugdekking is van Mulby. Mulby bouwt op Cruijff. Cruijff die misschien gevreesd had om Hoe te treffen. Zoals vorig jaar in deze wedstrijd. Nu geconfronteerd met Willy van der Kerkhoff. Mulby wordt afgeschermd. Cruijff kan opnieuw openen op de rechterkant. En dan is Ajax gevaarlijk. Cruijff. Mart van Duren. Met Lerby. Vanenburg weg. Berry van Aarle. Van Duren. En Wilschut die aanvallende dingen mag doen in deze wedstrijd. Omdat PSV de ploeg nogal rigoureus heeft omgegooid. Poortvliet. Wilschut met Molenaar. Een-twee van Wilschut met Poortvliet is goed. Willy van der Kerkhoff heeft alle ruimte om iets te bedenken. Nu is Lerby bij hem. En dan is het gedaan. Ajax moet offensief iets terugdoen. Cruijff mag het bedenken. Doesburg. Jan Mulby mag veel komen over de as van het veld. Het vervolg laat de wensen over, daarom ook het resultaat daaruit. Nu komt Ajax tot bij Kieft, maar PSV is numeriek in de meerderheid. Niettemin Olsen. Lerby. Schoenaker. Goeie stop, Wim Doesburg. Op het schot van Schoenaker. Stevens met Van Aarle. En Boeven die wint van Van Duren, maar vervolgens Lokhoff ontmoet. Van der Kerkhoff stapt over. Schoenaker wist wat er ging gebeuren. Cruijff. Cruijff weet dat snelheid geboden is. Jesper Olsen. Strafschop. Huub Stevens spreekt zoals altijd in dit soort gevallen tegen de scheidsrechter. Hier komt opnieuw Johan Cruijff. Olsen op de testbank. Nu zal Ajax het initiatief echt naar zich toe kunnen trekken. Dat blijkt ook meteen. Mulder fluit het voordeel weg voor de overtreding op Schoenaker. Vorig seizoen was Søren Lerby zeer succesvol met vrije trappen in de wedstrijd Ajax-PSV, die toen zo belangrijk was voor de landstitel. De afstand is nu iets groter. Lerby niettemin. Tien minuten voor rust als Schrijvers riskant het spel hervat. Van Duren stoort. Cruijff krijgt de vrije trap mee, niettemin. Schrijvers neemt veel risico's. Dit is een overtreding van Torissen. En dat is geel. En Torissen is nou net een van de PSV'ers die dat niet gebruiken kan. Want hij heeft er al twee op zijn naam. PSV dan, 5 tegen 5. Van Aarle paast. Willy van der Kerkhoff was de bedoeling. Hier is hij ook. Poortvliet. Wilschut. Vrije trap. En geel. Dick Schoenaker. Wilschut wil schieten van afstand, doet dat ook. Ajax komt snel in. Het wordt de vierde hoekschop voor PSV. Schrijvers komt.
Vanenburg. Geen buitenspel van Lokhoff. Lokhoff, het lopje. Schrijvers, schitterend. Ton Lokhoff valt verkeerd. Maar de actie was uitstekend. Hij zag dat Schrijvers ver voor het doel stond. Maar eens te meer herstelt Schrijvers zich uitstekend. Mulby. En de goede paas van Johan Cruijff op Jesper Olsen. Olsen. Jesper Olsen met de laatste kans voor Ajax van de eerste helft. En een actie boven het stadion waar alleen de 22 op het veld terecht geen oog voor hebben. Voor de anderen is het aanbevolen. Olsen met Kee Molenaar. Dit is Molenaar. Dat was Wildschut. Hier is de voorzet. Het hoofd van Landsbergen. Olsen. Met Van Aarle. Voordeel Ajax, vrije trap. De overtreding van Van Aarle, de vrije trap van Søren Lerby. En de hoekschop via Willy van der Kerkhof. De eerste naar Hoeven. Olsen. Lerby. Kieft. En Vanenburg. Zo had Ajax makkelijk voor de tweede maal in twee minuten kunnen scoren. De goede actie over links. Maar Kieft mist. En Vanenburg mist. 9 minuten na rust. Inworp Wildschut. Balbezit Ajax door het werk. Achterin. Cruijff mag verder. En krijgt de vrije trap niet. En nu wel mee. De eerste overtreding was van Wildschut. De tweede van Huub Stevens. En wat doet Mulder nu? Hij maakt even het gebaar naar de borstzak. Maar heeft het te druk met het sussen. En dan toch gaat de gele kaart uit. Naar Huub Stevens mag je aannemen. Het is een tweede op de ranglijst. Poortvliet en dan neergaat. Kans op 2-2, Halvar Torresen. Nu is Schrijvers, die al veel gestopt heeft, kansloos. Schoenhaker hier. Olsen met Brands. En Schoenhaker gestuit. De wedstrijd wordt aantrekkelijker. Lokhoff. Van Duren. Moeilijk te stuiten en het geel gaat uit naar Peter Boeven. Het is zijn derde gele kaart op rij. Van Duren. De leerling van Jan Reker, volgend jaar de trainer van PSV en aanwinst in de ploeg. Hij komt er dan toch in voor een kwart wedstrijd. In de plaats van Willy van der Kerkhof met nummer 14, Jurrie Koolhof. Met 17 doelpunten, tot nu toe de topscorer van PSV. Te geblesseerd aan de enkelband om aan de wedstrijd te beginnen, maar nu toch. Edo Ophof, maker van 2 doelpunten. Veroorzaker van 1 strafschop is geblesseerd geraakt en wordt gewisseld. Opvallend genoeg komt in zijn plaats Frank Rijkaard. De laatste weken door Ajax-trainer Aad Mos niet eens een plaats op de bank waardig bevonden. Maar nu toch in die beslissende laatste 10 minuten in de wedstrijd. Mulby. Vanenburg. Brands zet Vanenburg van de bal. Het loopt goed af. Mulby kan komen voor Ajax. Lerby. En Mulby, die moet al schieten van afstand. Doesburg onderkende het gevaar. Het leek erger dan het was. Vanenburg afgetroefd door Torresen. Als er tijd genoeg is, laatste uitbraak PSV. De tijd is er niet meer, terwijl 3-3 een morele winnaar noemen.